Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe serie op mijn kanaal. Ik ben Melvin en ja, jullie hadden dit al enigszins aan kunnen zien komen. Maar dit is het begin van de nieuwe survival serie op mijn kanaal, Je Altijd Melvin. Ik heb hier super veel zin in en ja, ik heb nog niet gelopen, want ik wil het gewoon echt helemaal fris van start laten gaan. Dit is ook dus de spawnplek, dit op deze boom hier. Ik weet niet waarom op de boom, maar in ieder geval. En voordat ik ga lopen wil ik eerst even drie dingetjes zeggen. Het allereerste is over de laatste hardcore survival aflevering, want die is zo goed ontvangen. Ik had daar meer dan 1000 like op. 1000 like. Wauw, ik had 1000 like. Ik had 1000 dooien erop gekregen. Nee, even zonder grappen. 1000 blauwe duimpjes omhoog hadden we al gehaald daarop. Dat is echt immens veel. Zelfs 1200 uit mijn hoofd voor een Minecraft aflevering, hè. Dat is echt, nou, dat brak echt mijn klomp. Daar wil ik jullie echt allemaal voor bedanken. Dus dat was echt super motiverend. Het tweede dat ik wil zeggen is over deze serie. In deze serie ga ik af en toe een gast uitnodigen. Dat gaat niet met een bepaalde regelmaat zijn. Nee, dat wordt gewoon wanneer ik daar zin in heb. Ik denk van, hé, het is leuk om nu die persoon te gaan uitnodigen. En dan nodig ik die persoon uit. Dat kan een YouTuber zijn, een andere YouTuber. Dat kan misschien wel een keer een vriend zijn van mij of zo, die graag mee wil doen. En dat kan heel misschien, dat beloof ik niet, misschien een kijker worden. Maar dat is het. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, dat heb ik wel alle personen gehad die mee kunnen doen, ja. Daarnaast wil ik nog één ding zeggen. Of ja, eigenlijk twee. Ja, nee, één. Nee, dan zit ik te twijfelen. Ik had net nog iets in mijn hoofd. En nu is er een ander ding voor in mijn hoofd in plaats gekomen. En dan weet ik dat andere ding niet meer. Nou ja, in ieder geval het ding dat ik in mijn hoofd heb, dat ik gelijk ook maar even wil vertellen en soort van wil verklappen, is dat dit een custom texture pack is. En dat zou je niet zeggen als je gaat kijken naar alle bomen, want dit is gewoon de Fateful texture pack. Wat ik trouwens ook heb veranderd, want Sfax texture pack die kwam een beetje uit de neusgaten, want ik heb er heel veel mee gespeeld en ik was wel een keertje toe aan een verandering. Maar dit is een custom texture pack. Die is gemaakt in principe voor mij. En dat klinkt heel asociaal. Maar ja, dat is eigenlijk wel het idee erachter. Dit is een texture pack. Die is een soort van gemaakt voor mij door Luc. Luc, heel erg bedankt ervoor. Het is nog niet helemaal 100% om heel eerlijk te zijn. Maar ik wou er al graag mee gaan spelen. En ik heb ook al bepaalde dingetjes gezien die hij heeft aangepast. En dat zijn hele leuke aanpassingen. Maar dat gaan jullie vanzelf allemaal wel tegenkomen. En ja, ik wil het Luc er nogmaals heel erg voor bedanken. Dat hij tijd heeft gestoken in een texture pack voor mij. Ik vind het super awesome en alles. En oh, het allereerste konijntje, jongens. Check dat. Dit is trouwens wel een gigantisch groot konijn. Holy shit, jongens. Check hoe groot het konijn is vergeleken met het andere ding. Dit is echt niet, dit is een Vlaamse reus. Dit is gewoon een Vlaamse reus, jongens. Dat kan niet anders. Check hoe gigantisch groot die is. What the fuck. Nou ja, in ieder geval, we hebben onze eerste konijn al gevonden. Of eigenlijk Vlaamse reus. Hartstikke leuk. Ik ga hem niet doden, want dat vind ik sneu. En ja, dat zou ik nog zeggen, ja. Ja, ik weet het weer. Dus texture pack heb ik het over gehad. Ja, dan was er nog één ding wat ik wou zeggen, wat ik net was vergeten, wat nu weer in me opkomt. En dat is dat ik nog nooit 1.8 survival heb gedaan. Nee, ik heb gisteren voor het eerst 1.8 geïnstalleerd op mijn computer, ja. En ik heb het gisteren een beetje gekeken van hoe en wat er allemaal nieuw is qua items. Ik kan me nog grotendeels een paar dingetjes herinneren. En dat is dus bijvoorbeeld dat er een onderwater dungeon in zit. Die heb ik niet gezien of zo, maar ik weet dat die erin zit. Ik weet dat er armor stands in zitten. Ik weet dat er vlees is van konijnen en vlees van schapen. Dat is ook nieuw, dat als ik dus nu een schaap dood, kan ik daar mutten van krijgen. Ja, dat zijn ook hele interessante dingetjes. Ja, dat kunnen we soms dan ook wel even kijken. Ik weet dat je deuren nu van kleur kan veranderen. Pressure plates, allemaal van die kleine updates. En banners, voordat ik dat vergeet, banners zijn nieuw. Oh mijn god, ja, die ga ik dus sowieso ook een keer maken. Misschien wel een beetje in het thema van Altijd Melvin met die kleurtjes. Dat zie ik dan alweer, want zover zijn we bij lange na nog niet. Maar hey, het zijn allemaal dingen die we nu nieuw kunnen gaan doen, maar ik moet eerst gewoon de basis gaan verkrijgen. Ja, we gaan dus even wat cobblestone mijnen. En zoals jullie kunnen horen, heeft het ook allemaal een ander geluid. Ik weet nou niet of Luc dat heeft gedaan met het texture pack, of dat het is gedaan door de Fateful texture pack. Dat wist ik niet. Ik ben vergeten te vragen. Maar oké, ik ga in ieder geval hier even mijnen. En wauw, vinden we nu al gelijk dat nieuwe steen? Want ik weet ook dat er 4 nieuwe steensoorten in zitten. En ja hoor, dit is gelijk een nieuw soort steen. Hoe heet dat? Diorite? Diorite, dat klinkt als Doritos. Ja, nou dit noem ik wel Doritos stenen. Heerlijk jongens, we hebben Doritos stenen gevonden.
gevonden. Ik ga in ieder geval even wat mijnen. Dan hebben we even wat cobblestone. Kan ik daar even een pickaxe mee maken. Dan ga ik straks de ondergrondse mijnen in. Mijn is al ondergronds, dus dat was een beetje een kontanimatie. Maar oké, dat maakt me geen hele flikker uit, Melvin. We hoeven hier niet perfect Nederlands te hebben. Nee, jullie begrijpen me wel. Ik heb in ieder geval even een stenen pickaxe. En dan ga ik denk nu gelijk maar op zoek naar een grot. En ik zie daar, daar zie ik een plains biome. En ik denk dat ik in een plains biome mijn huis wil gaan bouwen. Ja, waarom? Omdat ik dan gewoon een groot open gebied heb. Dat ik dan gewoon makkelijk met de gast kan opnemen. Dat hij dan ook misschien wel een dingetje kan bouwen of iets. Of dat hij me helpt. Of weet ik veel hoe ik dat wil gaan doen. Dat zien we dan wel weer. In ieder geval, ik wil in een plains biome. Dat is het enige dat ik zeker weet. En ik ga dus nu ook lekker naar die plains biome toe. Hopelijk zit daar ergens een grot. En ik neem trouwens ook even wat pumpkins mee. Want die dingen zijn redelijk zeldzaam. Dus pumpkin, kom maar even met mij mee. Zullen we er 3 meenemen? Ja, ik vind 3 vind ik wel een leuk getal. Zo, 3. En ik hoor daar een koe. Ik hoor daar een koe. Maar waar zit de koe? Oh, koe. Hallo, koe. Hallo, koe. Hallo, koe. Oké, dit is ook iets wat hij heeft gedaan. Koeien hebben zonnebril op. Ik vond het wel een grappig iets, maar ik zal hem even doden, want wij kunnen best wel even wat eten gebruiken. Sorry, koe. En wat? Oh ja, hij heeft al het eten heeft hij ook veranderd, hè? Dat is echt super grappig. Hij heeft dus bijvoorbeeld raw steak heeft hij en een verpakking gedaan. Het slaat helemaal nergens op, want hoe kan nou een koe verpakkingen droppen? Maar oké, ik vind het leuke toevoegingen en ja, dan is dat ook gelijk één ding dat is veranderd. Het zijn echt super grappige dingen zitten erin. Dus ook één ding, dat vind ik echt heel leuk bedacht, maar dat ga ik nog niet verklappen. Nee, dat gaan jullie vanzelf wel een keer zien, ja. Ik weet niet of dat deze aflevering gaat komen of dat de volgende aflevering gaat komen, maar er zit één ding in waarvan ik echt denk van ja, dat vind ik echt super leuk. En die ga ik jullie gewoon wel een keer laten zien wanneer het erop aankomt. Nou, ik ga eerst naar de plains biome. Ga ik kijken of ik daar een grot kan vinden. Ga ik die grot in. En hey, gratis zaadjes, dat is lekker. Nee, maar dan ga ik die grot daarin en dan ga ik iron proberen te vinden, kool, misschien wel wat diamonds, maar dat gaat me vast en zeker niet lukken deze aflevering. We moeten eerst gewoon de basis een beetje krijgen en kijk eens aan. Oh, nog meer konijntjes! Oh, wat lief! Hallo konijntjes! Oh, wat leuk. En allemaal schapen daar, jongens. Holy damn. Nou, dit is een ja, mooie plains biome, dacht ik. Het ziet er allemaal wel veelbelovend uit. Beetje groot, beetje heel groot zelfs. Hier kunnen we dus mooi wat bouwen. Ik denk dat ik hier ook daadwerkelijk mijn huis of mijn nederige stulpje of mijn kingdom, nee, kingdom dat klinkt niet, of mijn, hoe weet ik veel hoe ik het wil noemen, gaan maken. En oh ja, dat is ook gelijk al iets dat jullie nu kunnen zien. Oké, ik ga door het water vallen. Oké. Wat? Waarom is dat water daar zo geglitcht? Nou, in ieder geval, zoals jullie kunnen zien, heeft hij iron veranderd in dit. Er staat nu iron en er staat mijn eigen hoofd op. Nou ja, ik vind het heel grappig. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Jullie mogen ook ja, natuurlijk je mening achterlaten in de beschrijving wat jullie van de texture pack vinden. Hij zou hem nog updaten, had hij het over. Hij zou nog dingetjes aangepassen. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat komen. Dat zien we dan vanzelf wel weer. Ik ga lekker gewoon dit iron minen. Ga ik dat zometeen smelten. Dan ga ik daar zometeen een pickaxe van maken. En dan hebben we gelijk alweer wat iron spulletjes. Dat is helemaal mooi meegenomen. En dan, what the fuck? Oh ja, dat is nog een nieuw blok, hè? Dat is van het rode spul. Oh, hoe heet dit? Even kijken hoe dit heet. Is het ook een beetje chips? Dit heet granieten. Ja, of eigenlijk granite, maar alsnog granieten. En ja, dit is kool. Kool heeft mijn hoofd echt overal erop staan. Dat vond ik ook een hele leuke en ik vind het echt super komisch. En ik hoor allemaal zombies, joh. Gadverdamme, kutgeluid. Nee, ik ga lekker dit even verder mijden, want we moeten toch even een klein begin maken deze aflevering. Dus daar gaan we ook voor. En fucking zombies... Wees stil, ja? Ben je aan het opnemen? Stil nou! Ik ga trouwens even een crafting table maken. Ik bedoel een, dit ding. Ja, hoe noem je dat? Een furnace maken. Gaan we even ons vlees in koken. Waarom? Omdat ik gekookt vlees nodig heb. En omdat ik voedsel nodig heb, ja. En ik zie dat ik echt bar weinig voedsel heb. En die zombie geluiden, what the fuck, joh? Die zombie geluiden, ik zit er echt even van op te kijken. Ik denk van, what the fuck? Moet je die geluiden horen, joh? Jeetje. Jongens, jongens, lijkt wel de Walking Dead. Oh mijn god, we hebben er een hamburger van gemaakt. En zag ik de... Die zombie, die heeft gewoon een snor op. En oh mijn god, zombies, ga weg. Ga fucking weg. Ga weg, ga weg, ga weg. Oh nee, kutzooi. Ga weg. Een wortel! Oh mijn god, daar heb ik een heleboel geluk mee dat die wortel dropt. Oh mijn god, maar waar komen al die zombies vandaan? Oh mijn god, zombies, 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 zombies. En ik moet mijn neus snuiten, want ik ben verkouden. Maar oh mijn god, what the fuck? What the actuele fuck, jongens? Al die zombies hier. Ga weg, rot op, rot op, rot op. Oh mijn god, mijn hele pickaxe gaat eraan, maar dat doet me niks. Ik moet al die zombies doden. Jongens, jongens, wat is dit? Waar komen jullie toch vandaan? Fucking kut zombies, echt waar. Ga toch dood, dankjewel.
Wat de hek, jongens. Waar kwam dat allemaal vandaan? Zit er ergens een spawner of zo? Want ik hoor dat geluid echt de hele tijd, hè? Echt de hele tijd is dat geluid daar. Want... Oké, dat was echt een hele domme zombie-imitatie. Wat ik trouwens ook me zat te bedenken, hè? Hoe ironisch zou het zijn als ik in deze allereerste aflevering al dood ga? Dat zou echt super ironisch zijn, omdat ik gewoon 100 dagen niet ben dood gegaan. En dan begin ik een nieuwe survival-serie gewoon ook op normaal niveau, hè? Gewoon op normaal, niet eens hardcore niveau. En dat ik dan gelijk dood zou gaan. Dat zou echt, nou, het meest ironische zijn dat ik me maar even kan bedenken op dit moment. Dat zou echt zo dom zijn als dat zou gebeuren. Maar ik ga er niet vanuit. Maar hey, you never know, you never know. We hebben in ieder geval 2 eieren, want dat is helemaal mooi. Ik zou trouwens even wat toortjes gaan maken. Oh, heb ik nog helemaal geen kool gemijnd? Oh nee, dat zit hier allemaal in natuurlijk. Ik dacht al, ik had toch net al kool gemijnd. Maar ja, dat zijn even de dingetjes die je snel vergeet. Zo, we hebben even wat toortjes. Moeten jullie eens kijken hoe mooi kunnen we dit even gaan oplichten helemaal. Dan kunnen we hier al een beetje meer gaan ontdekken. Wat hebben we hier allemaal? Het ziet er allemaal redelijk interessant uit. Allemaal nieuwe soorten stenen hebben we hier. Nou, dat gaan we voor de rest niet veel aandacht aan besteden. Oh my god! Oh my god, look at that butt. Oh nee, nou heeft geen butt, maar oh my god, jongens. Een spawner. Ik zei toch dat er misschien al een spawner zou zitten. Oh my god. En een name tag en oh my god, een golden apple. Nee, dat ding dat ik hier nu heb, dit is... super zeldzaam. What the fuck. Ik vind gewoon even een gouden appel. In de allereerste aflevering. Dit is echt... Nu zit ik zo te bedenken, hè. Als dit nou een serie was... waarin ik op zoek moest gaan naar een gouden appel. Want er zijn een heleboel YouTubers... die hebben in het begin van Minecraft... zo'n serie gedaan van... dat je op zoek ging naar een gouden appel... in een spawn ding. Spawner, mob spawner. Maar die dingen zijn redelijk zeldzaam. Dus sommige series die duren super lang. En ik vind gewoon in mijn allereerste mob spawner... een gouden appel. Nou, dat vind ik mooi. Dat vind ik echt mooi, ja. Dat vind ik echt super awesome. Gewoon mijn allereerste gouden appel. Oh mijn god, jongens. Ik heb ook al een heleboel eieren. We kunnen dus ook gelijk al even wat dingen maken. Oh, kut. Oh, kut, meneer de creeper. Ga maar één weg. What the fuck? Wat voor geluidseffect? Dat geluidseffect. Oh mijn god, Luke. Die vind ik super leuk. Ik heb dat geluidseffect nog helemaal niet gehoord. What the fuck? Boom. Oh my, nee, die vind ik super. Oh mijn god, Luke, je hebt het echt leuk gemaakt, hoor. Even zonder grappen. Wauw, die vond ik echt super leuk. Maar er liep nog een creeper. Moet wel even oppassen voor de creepers, want ik wil niet doodgaan. Nee, maar ik heb food nodig. Ik zit te twijfelen, want het is nu nacht, maar ik heb wel food nodig. Dus wat gaan we doen, jongens? Wat gaan we doen? We hebben keuzes die we moeten maken. Keuzes, ja. Ik zit even te denken wat ik kan gaan doen. Want wij kunnen nu dus naar boven toe gaan, maar ook naar beneden de grot in. Als we de grot in gaan, dan vinden wij heel moeilijk eten. Als we naar boven gaan, dan hebben we juist last van een heleboel monsters, maar vinden we juist heel snel eten. Het is een beetje een keuze die we moeten maken en ik weet niet welke keuze ik moet maken. Nee, het is echt een kutkeuze, ja. Nou ja, en ik ga in ieder geval even nog wat meer iron smelten. Oh nee, dat is zonde. Ik ga wel armor maken, ja. Dat vind ik wel een goed idee. Oké, gelijk maar even iron leggings en een iron helm. Nee, niet een iron helm. Iron, ja, zo wil ik hem. Want dan kunnen we namelijk met die 3 ingots... een motherfucking... Ja, ik heb nog hout. Een motherfucking, moet je opletten. Een pickaxe. Oh my god. Look at that pickaxe. Pickaxe. Ik heb pickaxe. Oh, oké, nee, sorry. Dat is nog helemaal nergens op. Nee, maar ik ga hier verder. Ik ga denk nog even een axe maken van cobblestone. Dan kunnen wij dat ding makkelijker weghalen. Zo doen we dat even. Tada. En dan gaan wij... Ja, ik weet niet, jongens. Ik kan naar beneden toe gaan, maar ook naar boven. Dit is echt dat ik denk van, hoe gaan we dit doen? Poeh, ik moet trouwens even meer toortjes maken. Dat gaan we eerst maar even doen. 8 toortjes, dat is keer 4. Dat is 32 als het goed is. Ja, 32 toortjes erbij. Zo, helemaal mooi. Nou, ik denk dat ik toch maar even de grot in ga. Misschien vinden we nog wel ergens een spawner of zo. Want ik hoor nog een... Oh, kut. 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 Ga maar dood, meneer creeper. Oh, fucking... Nee! Nee. Je gaat niet exploderen. Oh, mijn god. Hij is dood. Mooi zo. Oké. Nou, kunnen we verder lopen. Dan hoop ik dat we hier misschien nog iets vinden met voedsel of zo. Of iets. Ik bedenk me er trouwens ook dat ik zombievoedsel kan eten, ja. Zo, ja, het moet maar even. We moeten maar even aan de rotte fles. Ook al worden we daar heel erg honger door. Nou, dat is mooi kut dat we dat moeten doen. En hallo, bed. Hallo. Hoi, bed. Doei, bed. Ik ga weer terug naar boven. Maar, ja, ik... Oh, nee, hier kunnen we ook heen. Oh, wat is dit?
Oh, een ondergronds waterdingetje. Hebben we maar geen flikker aan. Nee, we gaan echt nu serieus weer terug naar boven. Ik hoop dat het snel dag wordt, want dan kunnen wij even schapen vinden. Ja, kunnen we een bed maken. En dan hebben we gelijk ook al een opslagpunt waar wij dan altijd kunnen spawnen. Ja, dat is even een idee wat we de volgende aflevering gaan doen. Ik ga nu nog heel klein beetje de grot onderzoeken, wat we hier nog allemaal kunnen vinden. Het is misschien ook wel leuk om die mobspawnerplaats even te onthouden. Ten eerste, want het is gewoon de fucking allereerste gold apple die we vinden. Gelijk echt kablam in het begin. Dat vind ik nog steeds grappige gedachten. En het tweede is... Wat was het nog? Nee, dat is geen cobblestone. Dat is gravel. Oh mijn god, dat lijkt echt gigantisch veel op cobblestone, joh. What the fuck? Nou ja, dan moeten we maar weer leren omgaan. Ik ga hier even langs sjouwen. Ik moet trouwens niet te veel rennen, bedenk me nu ook. Want dat is hartstikke zonde. Want ik moet echt nodig eten. En ja, als je rent, dan gaat het eten naar beneden. Ik moet trouwens wel even dat iron meenemen. Het is hartstikke dom dat ik daar overal langs loop. Ja, neem maar even mee. Ik neem even mijn eigen gezicht mee. Vind ik wel leuk. Zo. Nou, ik heb even mijn eigen gezicht gemijnd. Daar zit er nog een, maar die mag er wel even van mij blijven. Wat hebben we hier? Voor mij heb ik een rondje gelopen of zo, of niet? Ja, voor mij heb ik serieus een rondje gelopen. Of hier moet lava zijn. Nee, oh. Oh, ik viel bijna daar naar beneden. Oh, dat moesten we niet hebben. Wow, dat was een soort van boer. Nou ja, YOLO. Ik ga hier wel even kijken wat we hier allemaal hebben. Een perfect ronde kamer. Oh mijn god, wat leuk. En mijn toortjes zijn al op. Nou ja, dan gaan wij terug naar boven, jongens. En dan mag ik dit wel een allereerste aflevering noemen. Ja, de allereerste aflevering van de survival in 1.8. Oh mijn god, ja. Het is toch wel even het besef van dat ik nu geen hardcore meer heb. Dat ik gewoon dood kan gaan. Dat ik mensen mag gaan uitnodigen. En dat het gewoon super leuk gaat worden. Ja, althans het hoop ik. Ik ga nu nog even naar boven. Ik ga dat denk ik gewoon lekker simpel doen met een nerd touw. Of nee, hoe noem je dat? Hoe noem je dat ook alweer, zo'n toren? Ik kom even niet op het woord. Ik kom niet op het woord. In ieder geval een toren naar boven, ja. Het heeft een naam, dat wordt wel eens gezegd in een video van de Oxcast. Wat ik trouwens nog een heleboel steeds kijk. Omdat het mijn lievelings-YouTuber is. Maar kijk, oh mijn god, wat. Een bosbrand daar, jongens. Dat is niet best. Maar wij zijn in ieder geval weer boven de grond. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar de allereerste aflevering van deze Hardcore Survival. Wauw. Die fout. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik ga het gewoon echt compleet negeren. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van 1.8 Survival. Of ja, eigenlijk gewoon Minecraft Survival, ja. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Blauw duimpje omhoog wordt zeker weder gewaardeerd. Laten we gaan voor de 500. Dat vind ik een leuk getal. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En ben jij nog niet geabonneerd op mij? Druk dan even snel knopje abonneren die hier beneden staat. Dan ben jij altijd op de hoogte van mijn video's. En op mijn Minecraft Survival en alles. En dan heb ik nog maar één te zeggen tegen jullie. En dat is doei mensen! En trouwens, deze serie ga ik eerst 2 keer per week doen en daarna misschien 1 keer per week. Maar dat zie ik dan nog wel weer. In ieder geval, doei!